moeten jullie die 3000 euro gaan betalen. Maar er wordt nog een keer 3000 euro gesneden. En wel bij de instellingen. En wat betekent dat? Wat gaat dat betekenen voor het aantal contacten, lesuren? Hoe vaak zie je nog een hoogleraar of een docent? Dat zijn vragen die beantwoord kunnen worden door niemand meer dan Karel van der Toorn, dames en heren. Eigenlijk eerst eens een eerste reactie op dit overweldigende aantal studenten die voor u staat. Dat is geweldig. Dat is geweldig. Voor mij is het niet de eerste keer dat ik demonstreer met studenten. We hebben het de afgelopen jaren een paar keer moeten doen. Deze handschoen, deze boxhandschoen is daarvan het bewijs. Studenten hebben tegen mij gezegd, wij willen dat jij als voorzitter van de UvA en de HVA meeknokt met ons voor goed hoger onderwijs. En dat doe ik graag. Het is nodig ook. Die 3000 euro die bij u wordt weggesneden, wat betekent dat voor de studenten van morgen? Nou, dat betekent heel erg dingen voor die studenten van morgen. Ik ben dus echt heel erg boos over deze maatregel, die een domme bezuinigingsmaatregel is. We weten allemaal dat als je nu aan studenten die langer studeren 3000 euro extra geld vraagt, dat velen van hen zullen gaan afhaken met de studie. Een paar achter de wagenspan is het. Wat betekent het voor de universiteit? Wat betekent het voor al die andere studenten die gaan inleveren in kwaliteit van onderwijs, in contacturen met docenten, minder persoonlijke aandacht? Voor de UvA en voor de HVA bijvoorbeeld betekent deze bezuinigingsmaatregel tientallen miljoenen euro's minder. En die gaan die langstudeerders niet merken. Nee, dat gaat de rest van de universiteit, gaat de rest van jullie allemaal, van jullie studenten merken. En wat betekent dat merken? Hoe gaat dat eruit zien? Groepen worden groter. Docenten hebben minder tijd voor jullie. Ik hou van hoger onderwijs. Jullie houden van goed hoger onderwijs. Dat is belangrijk voor ons. Maar wat deze regering op dit moment aan het doen is daar zo in snijden dat het goede hoger onderwijs langzamerhand onderuit zakt. En daarvan merken jullie allemaal elke dag dat het worden nog een stuk ernstiger als dit allemaal doorgaat. Druk bezig bent met lobbyen, met de politiek beïnvloeden, met praten. Acht u de kans aanwezig dat dit protest, wat uiteindelijk gaat uitmonden op een grote landelijke manifestatie op het Malieveld, hebben we een kans? Is er een ruimte om misschien nog iets bij te kunnen sturen? Ik denk het wel, anders zou ik hier ook niet staan. Ik geloof inderdaad in de kans. Ook in het gezonde verstand van mensen. En als ze even nadenken, dan begrijpen ze dat deze maatregel niet gaat werken. Niet gaat opleveren wat men ervan verwacht. Gaat leiden niet tot beter hoger onderwijs, maar tot slechter hoger onderwijs. En daarom echt van tafel moeten. Wat zou u... Dus laat ik het heel simpel stellen. U stelt gewoon dat protesteren zin heeft vandaag. En wat kunnen we dan... Waar ziet u ruimte die zegt, misschien als we met elkaar goed dit aanpakken, dan kunnen we, wat kunnen we dan nog eventueel aanpassen? Nou, je ziet wat protesteren uitwerkt in Engeland. Ja, dat zijn nog even andere maatregelen, moet erbij gezegd worden. Maar wij hebben een kans. De maatregelen die moeten nog gewoon behandeld worden. Die moeten door de Kamer gaan. En er is dus aanleiding om in januari, zou ik zeggen, maar nog in veel grotere getalen naar Den Haag te gaan en duidelijk te maken dat hier een grens is bereikt en dat we niet verder willen. Dat dit niet kan! En wij nodigen daarbij uit niet alleen alle andere studenten, niet alleen alle andere scholieren, maar ook alle ouders en alle docenten die wij zo belangrijk vinden om mee te gaan naar Den Haag, naar het Malieveld, want daar zullen we het ze laten zien. Hier komen ze niet mee weg! Oh!